Uw aandacht voor een bekendmaking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur betreft vacature Hoofd Juridische Zaken. Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur maakt bekend dat er op korte termijn plaatsingsmogelijkheid bestaat voor een hoofd Juridische Zaken. Het Hoofd Juridische Zaken geeft juridische ondersteuning aan de departementsleiding bij de beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling en beleidsuitvoering. De hoofdtaken: het zorgdragen voor de coördinatie van juridische aangelegenheden die het vakdepartement regarderen. Informeert, CQ rapporteert en adviseert de departementsleiding omtrent nationale en internationale juridische aangelegenheden. Concipieert en becommentarieert nationale wetsproducten en bilaterale overeenkomsten of doet dit gescheiden. Beoordeelt verzoeken tot participatie en overeenkomsten, participeert in diverse ad hoc werkgroepen van het ministerie en interdepartementale commissies, gaat na waar aanpassingen binnen de bestaande wetgeving noodzakelijk zijn, redigeert wettelijke regelingen een en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende overheidsinstanties. Is belast met het herscreenen en doorgeleiden van conceptresoluties, CQ-beschikkingen het ministerie regarderende. Vertegenwoordigt het ministerie mede in rechtszaken tegen haar aangespannen door derden. Houdt zich regelmatig op de hoogte van nieuwe juridische ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal. Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden. Het salaris is conform de vigerende viso-inschaling die geldt voor ambtenaren. Kandidaten die aan bovengenoemd profiel voldoen, kunnen hun sollicitatiebrief met cv en kopieën van relevante diploma's en cijferlijsten opsturen naar de directeur van onderwijs aan de Dr. Cavaludi straat 117 tot 123. De uiterlijke inleverdatum is gesteld op 30 september 2019. Para Maribo 23 augustus 2019, de directeur van onderwijs Natasha Benanon.